Ik heb zelfs een keer op een gegeven moment een video gemaakt waarin ik een week lang ging leven in oh, wishkleding. Ja. Ik heb die gezien, volgens <laughs> mij heb je die nog laten zien. Er zijn natuurlijk ja. altijd mensen die dingen verzamelen, maar er zijn heel veel mensen die kopen gewoon zooi om het zooi te kopen. Om ja. dingen te kunnen kopen. Ja, dat ik ook wel toen ik jong was, hoor. Toen, ik denk dat ik die notitieblokjes niet eens gebruikt heb. Wat als er een extra dag in de week zou bijkomen, wat zou je dan doen? Nou ja, ik vind dat ik genoeg dagen in de week heb om meer te zeggen. Ja, daarom dacht ik ook. Ja, kijk, ik zat te denken, ik denk dat ik dan nog meer druk zou maken over. Uh, ja. Of uh, uh, ingeloten worden. Een extra schoonmaakdag. Ja, zou je een extra schoonmaakdag willen? Ja, dat is ja, een extra dag van de week wordt het extra vies, toch? Dat is waar. Maar ja. wat wil je? Nee, ik zou uh, me extra druk maken. Extra druk genoeg gaan maken. Nee, ik denk dat ik me dan uh, wel het idee heb. Dat... Ja, maar kijk, als er een extra dag bij komt, dan betekent het eigenlijk gewoon dat er een. Dat een week gewoon acht weken, acht dagen. Gaat ja, dus maar, maar dat, ga je toch... het klopt gewoon niet, joh, Deze vraag. <laughs> Heb zelf bedacht, maar goed. Oké. Okay. Nee, ja. Het, nee, klopt inderdaad nee, Deze niet. hebben we niet bedacht. Hebben we deze niet bedacht? Nee. Hebben we die toen bedacht? Ja. Oh, Oké. Okay. Ja, want we hebben namelijk ook een uh, versie uh, gemaakt van het mentale gezondheidsspel in samenwerking met een ander bedrijf. Ja. Maar blijkbaar is dit dus een vraag die wij niet zelf hebben bedacht. Nee, maar weet je wat is? Uh, wij krijgen te autistisch naar deze vraag. Nee, maar... Want wij denken dan dat op een gegeven moment het niet uitkomt met de seizoenen en zo. Dat, ja, maar dat ik wel, zo diep ik gaat wel die vraag niet. Nee, weet ik, maar zo zit ik wel te denken. Ja, ja dat klopt eigenlijk niet. Dat maar uh, ja, als, als ik echt zo naar kijk van oké, okay, als je meer tijd zou hebben, mm -hmm. dan zou ik denk ik dingen wat rustiger aandoen. Uh, ja. Ja, ja ik zit, ik, het eerste wat in mijn hoofd opkwam, nou ja, nog een dag uh, rustiger aandoen. <laughs> ja, ja. ja oké, okay, maar jouw hele, leven uit, jouw hele leven bestaat uit alleen maar rustig aandoen, toch? Ja, precies. <laughs> maar goed, we zijn... Uh, Tijdje weg geweest voor jullie niet, maar voor ons wel. Mm -hmm. In de tussentijd is er al iets aan mijn gebit gedaan. Ik ben namelijk zelfs teken naar de tandarts geweest en mensen vroegen gelijk van ja ik wil een update. Nou, de update mm -hmm. is, het viel me mee. Ik heb een nieuwe tandarts en zij is heel lief. Ze is uh, Poolse, maar ze praat gewoon Nederlands. Um, maar, maar doet wel echt het best ook om uh, om ook alles goed uit te leggen en zo. Ik had toch gezegd dat ik angstig was. Nou, ze was super relaxed en ze zei ook van joh, doe het gewoon in twee keer, komt allemaal goed. Um, uh, de, het heeft geen haast, want ik moest en twee gaatjes of drie gaatjes vullen. Nou, eigenlijk twee en de derde zei ze van ja, die kan ik doen, maar dat hoeft op zich nog niet. Ik zeg, doe maar gelijk. Mm -hmm. En uh, tandsteen weghalen, waar ze zei, ik kan het in één keer doen. En toen hadden we een afspraak gemaakt voor één keer. Nou, dat vond ik toch wel iets te intens, want ik lag toch heel tijd zo heel gespannen daarin. Dat begrijp ik wel. Het is wel goed dat ze met de gaatjes begonnen is, want ja. tandsteen weghalen kan best wel heftig uh, zijn. Nou, dat zijn. had ik dus niet verwacht dat, dat het zo heftig was, maar dat vond ik, dat heb ik gisteren gedaan of eergisteren. Dat was gisteren. gisteren. Nou, dat vond ik echt. Uh, ja. nou, ik vind het ook niet echt prettig. Nee. Toen zei ze op een gegeven moment zelfs: van, Misschien kan ik hem verdoven voor je. Ik zeg nou: ja. Het is hem niet zo lang meer toch? Ja, ja. ja, maar de onderkant was echt pijnlijk. Maar ze zei ook: Van ja, daar is het wat meer ontstoken. Terwijl ik het idee heb: Wij ragen, wij doen alles om het niet ontstoken te laten zijn. Maar je is nog steeds hmm. ontstoken. Ja. Nou, ik krijg vooral het idee: hoe meer ik uh, met mijn gebit bezig ben, hoe erger het wordt. Ja, lijkt het wel. Hoe is het met jouw gebit eigenlijk? Hoe is het met je uh, verstand? Die... Stans, die zit er nog steeds in. Ja, die gaat pas eind maart eruit, hè? Ja, dan had het er pas plek, want hij moet er uitgesneden worden. Ja. Maar gelukkig doet het geen pijn meer. Doet geen pijn meer, nee? Nee. Um, en... <laughs> ja. Ik heb nog een kinmicrofoon, blijkbaar. <laughs> Ik moet ook nog geluid uit mijn kind uh, zetten. ja. ja, ja. Nou ja, goed, het doet geen pijn meer en ik kan prima wachten. Het liefst ja. wacht ik nog tot het einde van uh, mijn leven met die verstandskies. Maar hij moet er wel uit. Ja, deze die die groeit zo schuin dat het eigenlijk dat nu een soort van de zijkant doorkomt naar boven. Ik had dus wel berichten gekregen van mensen die uh, als tandartsassistenten werken of uh, mm -hmm. uh, dat ze uh, in opleiding zijn en die zeiden van ja, tandartsen doen echt niet uh, zomaar uh, om dingen vragen, maar toch. Ja. Dat zou best kunnen. Want ik vond het wel interessant, want de een zei van, ja, maar je hoeft echt maar eens in twee jaar uh, foto's te laten maken. Maar sommige tandartsen willen het gewoon elk jaar. Dus wie heeft dan ja, gelijk? Maar ik heb bijvoorbeeld al drie keer in een jaar. Maar elke keer is het voor andere dingen, maar ja, Je me dan zou bijna al... zeggen dat je op de voorkant van de volk komt. Zoveel foto's er ze Nou ja, ik denk niet op de Vogue, hoor. Meer op de Natural Geographic dan, toch? Hoezo is het zo erg? Interessant gebied. Ja. Nee, maar um, um, nee, er moesten misschien redenen foto's gemaakt worden. Ah. En de eerste keer dat ze foto's gemaakt hebben ze blijkbaar niet een bepaalde kies op de to foto to gezet. Terwijl ze niet uh, goed ingesteld dus waar ja, we Ik weet het niet. Afstand. Er stond één kies niet op de foto en die moesten ze nou net hebben. Hmm. Nou, toen hebben we weer foto's gemaakt. Nu wilden ze foto's maken omdat ze dachten dat vullingen, dus dat een ander soort foto's, dat vullingen dat er onder gaatjes zaten. Ja, ah, op die manier, oké. Okay. Ja. Ja, in ieder geval eigenlijk ook zo, de, maar de, de tandarts, het viel me allemaal mee. Ik ga er nog steeds ja. niet graag heen, maar ik heb over een half jaar weer controle. Ik denk, nou, laat ik het toch maar weer eens een keer doen. Ja. Kijk of ik dan nog wat heb. Ja. En jij gaat ook naar mijn tandarts, hè? Uh, ja, ik uh, hoop het uiteindelijk wel. Maar ik zit nu nog bij deze, waar ik nu dus die afspraak heb. Dus ik laat het nog even zo doorcijpelen. Hé, hey, maar uh, er was ook iemand die tegen jou had gezegd dat het niet kan, hè? Dat mijn tanden uh, dat er gewoon echt letterlijk tand weggesleept nee, wordt. Nee, nee. Want jij hebt is... mij helemaal angstig gemaakt. <laughs> Dat ze me gereed aan het maken waren voor feesting. Nou, ik, <laughs> ik moet wel zeggen, ik heb gisteren dus ook die. Uh, uh, maar bij jou hebben ze wel veel meer weggehaald dan bij mij. Ja, maar ik heb waarschijnlijk gewoon veel tandsteen. Mm, en dat, dat, dat lijkt dan alsof ik bredere tanden heb dan dat ik daadwerkelijk heb. Maar ik vond haar sowieso niet zo heel veel weghalen. Ik heb een keer bij een andere tandarts, Die haalde echt best wel veel weg. En nu heb ik echt. Idee, toen voelde ik allemaal lijntjes in mijn tanden. En dat voelt nu niet zo. Of ik was gewoon zo erg aan het aanstellen dat ze dacht. Nou, laat maar eens prima zo. Ja. Maar goed. ik heb ook liever dat ze maar minder weghalen. Al ja, het klinkt in je. Uh, het klinkt natuurlijk wel beter als ze zeggen: we halen alle tandsteen weg. Ja, dat is waar. Maar goed, maar goed. Um, nou, we wilden eigenlijk in deze podcast uh, zeggen: van hey, de nieuwe regenboog shirts van Overprikkeld zijn er, maar die zijn al helaas weer uitgekocht. Ja, oké, okay, maar ja. het komt nog wel weer. Ja, want we zijn dus bezig met een uh, hele nieuwe lijn. We mm -hmm. hebben vandaag uh, een klap erop gegeven. Sommige dingen hebben jullie misschien op Instagram al voorbij zien komen, sommige dingen niet. Voor het voorjaar, toch? Voor het voorjaar, inderdaad. wordt wel echt. Ik oprecht één shirt. Nou, eigenlijk alle shirts, maar één shirt in, in het bijzonder vind ik heel vet. Die heb je gisteren afgemaakt. Ja. Dat vond ik heel cool. Dus uh, ja, binnenkort uh, weer nieuwe dingen. En waarschijnlijk het regenboog shirt ga ik nog wel een keer laten drukken. Want ik krijg zoveel DMs nog steeds van mensen die hem willen. Dat ik denk, ja, gewoon zonde ja, voor mijn portemonnee. Toch? Waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, jij wil dat graag hebben over. Uh... Timu. Timu. Dit is nou echt zo'n onderwerp dat ik uh, heel interessant vind: altijd om video's over te kijken. Ik denk, nou, misschien moeten we het daar ook een keer over hebben. Want de afgelopen twee jaar denk ik dat Teamu uh, een soort van uh, opmars heeft gekregen. Teamu mm -hmm. is een ja, soort van AliExpress, wish. Alibaba Wish. Niet Alibaba. Nee, want dat is voor inkopers, hè, inderdaad. Nee, dus meer AliExpress en uh, 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 Wish-achtige constructie, constructie, <laughs> maar nog iets wel erger, want het is een soort van ook een, het is ook een soort van kansspel, toch? Het is met zo'n draaiwiel ook. En dan dat kan had je... Wish ook, en, uh, de best, en dat AliExpress ook? ook, ja. Ik heb wel eens bij Wish besteld, maar dan hadden ze niet, hoor. Nou ja, ik heb wel eens op zo'n wiel ge ge geklikt, maar ja, dan krijg je iets wat je niet wil, toch? Nee, maar het gaat dus eigenlijk over prelaria uit China ja Prolaria. Ja. en nou hoor ik altijd iedereen zeggen ja super slecht en dan moet je niet kopen maar toch iedereen doet het want anders kan het niet zo populair zijn in Amerika was het de populairste app van het afgelopen jaar ja nou, in Nederland zal het niet anders zijn denk ik ik weet het niet vraag me maar ik denk dat hij wel hoog staat maar kijk er is daarom wilde ik het erover hebben ik vind daar een soort van nuance in zitten want ja tuurlijk het is, een, het, is een, het is een het is een evil bedrijf het zijn slechte producten maar blijkbaar wij als consument willen dit toch heel graag kopen. En in heel veel gevallen begrijp ik het niet. Als je wat ouder bent. Maar ik begrijp het in heel veel gevallen ook weer wel. Ja, maar ik begrijp. Als ik kijk naar. Ik bijvoorbeeld. Uh, ruim 10 jaar, 12 jaar, 13 hmm. jaar geleden. Ja, dan denk ik daar allemaal niet over na. Nee, Van, ik snap het oh, vroeger ook niet hoor. Toch? Dat allemaal. Uh, Uiteindelijk niet op een normale manier, uh, op een nette manier geproduceerd wordt, laat ik het zo zeggen. Een ja, nette manier. Als je niet weet wat het is, het is inderdaad. Nou, je, je kan voor heel goedkoop, maar echt heel goedkoop. En soms tegen alleen maar verzendkosten, kan je. Producten bestellen en producten zoals namaak, iPhones, maar ook uh, soort van uh, hoe weet ik er afkado-snijers, en ja, uh, telefoon, kleding, hoesjes, kleding uh, accessoires, accessoires, kettingen. Kettingen, ja. van alles kun je kopen, maar het is eigenlijk het is een soort van wel laatste video gekeken ook daarover, mm. en die zei van het is een soort van Amazon, maar dan met gewoon allemaal. Um, retailers dus eigenlijk ja. de Alibaba mm -hmm. wordt de, de waar je daar dus bij de, bij de echte fabriek een soort van groot kon inkopen nu heb, doen die fabrikanten die verkopen alles via Timo, toch mm -hmm. en via Amazon trouwens ook ja maar <tus> heb jij wel eens wat besteld bij zo'n soort webshop ja webshop? ik heb volgens mij toen ik net op mezelf honderd was ik jaar of 20, 21, toen uh, heb ik uh, via uh, Wish heb ik wat Leuke geitjes besteld, zoals een telefoonhoesje en stickertjes en wat plakkertjes. Wat plakkertjes. Noti notitieblokken. Ja, Ja, dat uh, vond ik wel grappig. Ja, als je die prijzen ziet als je jonger bent, dan denk je echt van zo. Ja, en daar maken ze natuurlijk uiteindelijk ja. ook op, hè? want ik denk dat als je ouder wordt, op een gegeven moment wel begrijpt, of de meeste mensen wel begrijpen, dat het eigenlijk mm. niet kan. Je kan niet voor twee cent of nou, voor een euro kan je een. een, een een snijer maken, want dat is bijna de, mm. dat is nog minder dan de productiekosten waarschijnlijk is. Ja, de plastic uiteindelijk kosten. En, ja. en en ik uh, ik dacht ook het risico is laag. Ja. Want dan weet je dan zo, je voor het misschien, is. bestel je voor 10 euro en dan, dan zijn het vijf pakketjes die eraan komen. Ja, moet je nagaan. Hm. En en dan weet je gewoon ja, als dat niet aankomt nou ja, dan is dat maar zo. Ja. Dan is dat 10 euro. Ja. Ik en zoals deden wel eens. Uh, we hebben heel veel telefoonhoesjes via Wish besteld. Mm. Ik weet niet of de Wish of uh, aanleiding Ja, hetzelfde Maar thuis. een beetje hetzelfde, eigenlijk van hele rare hoesjes. Maar toen, heel eerlijk gezegd, hebben we best wel veel besteld. Uh, en dacht ik er eigenlijk niet over na dat het best wel. Ja, de kwaliteit was kut, maar dat het ook überhaupt best wel kloot is. Dat je, Zo uh, gescheld, joh. Nou ja, je houdt een soort van. Uh, een bepaald soort. Uh, ja, ik wil niet zeggen. Ja, een bepaald soort arbeid hou je in stand. Mm -hmm. Want die mensen die het maken, moeten natuurlijk ook betaald krijgen. Nou, je kan niet verwachten dat als jij iets voor een euro koopt, dat diegene dat die uh, het maakt, bijvoorbeeld, uh, gewoon goed betaald krijgt. Nee, en, en uiteindelijk, ja, hoe zit het nou eigenlijk met die standaarden die wij hier dan in de EU hebben, in Europa? Die, uh, die keurmerken bedoel ja. je, die CE-keurmerken. Want er, volgens mij komt er soms nog wel eens wat door, mm. wat niet helemaal goed gekeurd mm -hmm. wordt door de EU. Nee, klopt dus dan zit je met bepaalde soorten stoffen die eigenlijk bij ons dan gezien worden als gevaarlijk en die worden, kunnen daar gewoon in uh, producten ja. zitten dat klopt inderdaad ja maar ik, ik heb toen wel veel dingen besteld ik heb zelfs een keer op een gegeven moment een video gemaakt waarin ik een week lang ging leven in oh, Wishkleding. Ja. ik heb die gezien volgens mij <laughs> heb je die nog laten zien ja dat, is ja, zo dat, dat je vindt. er zo uh, ongemakkelijk bij een uh, zo'n strak t-shirt ja toen was ik ook nog wat voller laten we het daarop <laughs> houden en uh, maar, maar zelfs toen, en toen was ik al, toch... Ja, ik denk dat ik 27 was. Ja. Zelfs toen had ik nog niet echt het besef... dat dat natuurlijk door iemand gemaakt werd. En dat ja. daar, dat, dat, dat eigenlijk niet kan. Dat je voor, voor 5 euro een, een vest he, hebt of een, of een jasje mm. of zo. Dat dat eigenlijk niet normaal is. Ja. Maar doordat wij de afgelopen twintig jaar misschien met opkomst van Primark, H&M uh, die was vroeger natuurlijk ook best wel goedkoop is nu iets duurder geworden maar goed is nog steeds best goedkoop natuurlijk mm -hmm. voor wat je krijgt en dan op een gegeven moment uh, met de Wish. En eigenlijk is het allemaal too good to be true vooral die Wish en dat soort dingen daar krijg je ook echt crap kwaliteit ja. maar, maar we zijn ook echt opgevoed met dat alles heel goedkoop is zijn we opgevoed met alles heel goedkoop nou oké okay, we dan? zijn toen we toen ik tiener was dingen waren niet echt een shirtje voor tientje ja oké okay. Laat we eerlijk zijn, ja. dat is niet normaal eigenlijk als je erover nadenkt. Nee, maar ik denk ook wel doordat je als je ouder wordt dat je gaat merken dat daar dat, dat ook een kwaliteit aan zit, natuurlijk, ja. aan zulke producten. Ja. Uh, en maar is het iets wat we moeten willen in die zin? Want inderdaad, er zit een bepaalde kwaliteit aan. Maar wil, wil je dat? Eigenlijk zou je dat als mens zijn en niet willen supporten. Maar ik begrijp ook dat als je tiener bent of ouder bent en je hebt gewoon niet zoveel geld, maar je hebt toch dingen nodig, mm -hmm. dat je het doet dat je ook snel in de verleiding komt. Dat begrijp ik ook ja. weer. Ja, um, eerlijk gezegd, ik vind daar, dat iedereen daar wel een beetje zelf die keuze in moet maken. Mm. Uh, want ja, dat wij nu een uh, hoger inkomen hebben, dat we een betere keuzes kunnen maken op dat gebied. Sustainable kleding bijvoorbeeld. Ja, ik, ik koop echt niet alles sustainable. Nee, maar we kunnen die keuzes wel maken. Oké, okay, ja. Betekent ja, via, niet via dat, via ik dan, dat je dan verplicht bent om dat dan te doen, vind ik. Als... Nee, oké. Okay. Nee, ik, ik denk dat dat, dat ze je voor jezelf moet bepalen of je dat belangrijk vindt of niet. En ik kijk nooit uh, naar iemand die bij de Haan nemen, een shirtje koopt, zou ik niet nooit denken van, um, ben je aan het doen? Nee, maar dat ik het opwerp betekent ook niet dat ik het vind. Hè? Dus oh, oké, okay, nee, ik vind goed. het niet. Kijk, ik het vind het uh... uiteindelijk. Maar het, het is wel zo als we het in stand blijven houden, zoals van die webshops en dus dat van die websites hmm. zoals Timo zo groot worden en dat je continu maar uh, kleine pleuralariaatjes koopt die. Laten we eerlijk zijn, de meeste mensen gewoon op een gegeven moment wegpleuren. Omdat ze mm -hmm. denken van ja, oh ja dat, dat vond ik wel grappig. Maar ja, goed, wat heb ik nou eigenlijk mee? Weet je wel, er zijn natuurlijk ja. altijd mensen die dingen verzamelen, maar er zijn heel veel mensen die gewoon kopen, gewoon zooi om het zooi kopen. Om ja. dingen te kunnen kopen. Ja, dat ik toen ook wel toen ik jong was hoor. Toen ik denk dat ik die notitieblokjes niet eens gebruikt heb. Wij hadden... Nou, ik denk niet overdrijven. We hadden twee laders vol met alleen maar telefoonhoesjes. Nou, telefoonhoesjes dat zijn sowieso vergankelijk als het maar zijn kan. Want telefoon, na drie, vier jaar kan je weer wegdoen. Ja. Dan heb je een andere telefoon, waardoor je die, al die hoesjes in één keer weg kan doen. Dat mm. ja, vonden we leuk. Dat werd een soort van verslaving. Omdat je dan... Eentje bijvoorbeeld, die leek op een, op een autoband. De ander, die was uh, een hamburger of zo, weet je wel. Van die hele rare dingen. Ja, ja. begin twintig. Ja, dus ja, het, is nog, af, uh, het is wel grappig, maar ergens is het ook... Um, ergens is het ook... Ja, ik vind het lastig, omdat je er zelf, en dat heb ik zelf ook, uh, er anders gaat nadenken als je iets ziet wat bijvoorbeeld uh, wat duurder is, maar wel betere kwaliteit. Omdat je denkt, ja, maar ja, uh, op een gegeven moment dacht ik wel van, uh, dit kan wel goedkoper of zo. Ja, ja oké, okay, maar uiteindelijk, jij maakt nu natuurlijk uh, met je eigen webshop bepaalde keuzes. Mm. En dan zie je dat alles eigenlijk veel meer kost ja. dan je ooit gedacht hebt. Ja, ik denk wel in massaproductie <laughs> dat het wel anders zit, ja. maar... Uh, maar kleinere klopt. bedrijven, dus die kleding maken of spullen maken... dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan... dat het gewoon uh, aardig wat kost om het te laten produceren. Ja. Zodat je daar ook gewoon natuurlijk voor betaalt. En als je massaproductie hebt... Ja, ik vraag me echt af, oprecht af, hoe ze het doen. Met zo'n Timo, zo'n Wish. Ja, ze, ze leiden ook verlies op dat. Maar ze, wat, wat bij Timo, wat ik begrijp in ieder geval... of het helemaal klopt, weet ik niet. De, Correct me if I'm wrong, maar volgens mij verzamelen ze heel veel informatie over je mm. vooral. En dat verkopen ze door aan partijen. Dus jouw informatie over jouw internetgebruik en dat soort dingen. Oh. Dat moet je allemaal uh, aanvinken bij Echt? Team. U. Ja, dat zeg je eigenlijk allemaal oké okay tegen. En dan met die informatie gaan zij weer doorhandelen. Maar dat is toch hartstikke illegaal. Nee, want je, hebt ja Geef je, ja, je geeft toestemming als je dat als je die app installeert. Daarom. Ja, wie zeggen, leest die dingen ook eigenlijk? Ja, of het helemaal klopt, weet ik niet. Maar voor, voor zover ik begreep uit die video's die ik allemaal heb gekeken, ja. is dat hun verdienmodel. Het grootste verdienmodel is dus dat zij doorverkopen oh, van data doen. Maar die leveranciers dan, want die zitten toch allemaal apart erop. Ja, maar voor mij, ja, hoe dat werkt, weet ik niet. Dat zou ook, ook kunnen zijn dat zij deels inkopen, dat het toch anders werkt. Dus dat team inkoopt en dat. Uh, toch verkoopt via oh, hun Misschien systeem. dat die verkopers wel het geld krijgen... maar ja, dat zij de soort zelf erop gooien of zo. Ja, zo. volgens mij was het zoiets. Maar nogmaals, als dat niet zo is, laat het vooral weten. Ja, ik ben mij, benieuwd hoe dat zit. Maar volgens mij had het een bepaald soort... Uh, dat ze met data aan het handelen zijn. En mm -hmm. daar, kijk, laten we eerlijk zijn. Als jij natuurlijk van iemand helemaal weet... waar die allemaal zit en waar die uh, koopt... en waar die kijkt en dat soort dingen... dan kan je natuurlijk super uh, specifiek op diegene... Uh, als, als wij bijvoorbeeld een spel willen promoten. maar diegene die heeft helemaal niks met spelletjes. dan ga ik daar niet op promoten. maar zij hebben bijvoorbeeld wel wat met regenboogshirten. dan gaan we dat regenboogshirt. als wij dat weten, die informatie. Ja. dat is natuurlijk super waardevol in die zin. Ja, precies. Dus zo, zo werkt het uiteindelijk. Maar ja, uiteindelijk is het wel zo. Um, ik begrijp wel uh, dat. dat je verleid wordt. om die dingen te kopen. Mm -hmm. Waar ik wel uh, moeite mee heb. ik als maker. Uh, en dat heb ik zelf dus ook aan bijgedragen, omdat ik ook wish. Maar nu, uh, de laatste jaren, dat ik denk van. Al die YouTube-videos die over Team testen gaat. Mm -hmm. Ergens maak. Ja, ik vind het lastig. Want maak je er dan promotie voor of niet? Want als je het. Ah, ik vind het eigenlijk wel een mooie kwaliteit. Dan maak je eigenlijk promotie ervoor. Terwijl. Wil je dat. Ja. Weet je wel. Maar dat is ja. met mijn eten ook zo. Ik vind dat altijd toch een beetje lastig ook. Ik heb soms zelfs producten dat ik denk, ja, wil ik die hier eigenlijk. Promotie voor maken. Ja, dat is een lastige afweging, denk ik, die moet maken. Want je, je weet, kijk, het is nu uh, het, uh, het scoort. Je weet, oké, okay, als ik een Timo-video maak, mm -hmm. vinden mensen leuk om te zien, want die willen gewoon weten. Denk jij dat mensen le dat leuk vinden bij jou? Bij mij niet, maar oh. bij, bij veel mensen. Oh, okay. Ik weet niet of het bij mij, dat weet ik niet. Denk het eigenlijk niet. Nee. Maar. Oh, nou, als ik uh, gereedschap voor in de keuken zou testen mm -hmm. van Timo, denk ik dat mensen eigenlijk wel leuk vinden om dat te kijken. Ja. Wat zou ik zo ja, ook Ja, het is inderdaad zo. Wij zaten het laatst. Uh, Zaten we zaten nou aan het scrollen. Zaten we ergens te scrollen? Nee, volgens mij zagen we het in een video voorbij komen. Vast wel, we kijken veel video's. Ja, want ik kan me, nee, ik, ik uh, bekijk die ze eigenlijk nooit zelf meer. Kan ook niet, hè? Want maar... die app moet je installeren en, en ja, een profiel nee, maken, anders dat dat kan het je niet meer kijken. Want ik zag dus een nep KitchenAid voorbij komen. Ja. Yeah. Dat zat in een video. Ja, dat is denk ik in een video, ja. Ah, oké, okay. en toen dacht ik van, ja, eigenlijk zou je echt wel willen weten. Het lijkt er zo erg op. Wat komt er dan aan? Het is wel fascinerend. Ja, Dus dat snap ik. Want ja. de content snap ik ook. Ik snap ook dat mensen het maken. Maar ergens heb ik wel altijd een gedachte in mijn achterhoofd van... moet je dit wel willen? Uh -huh. Moet je dit wel nieuwsgierig naar zijn? Want je weet ook ja, je weet dat het allemaal niet klopt. Je kunt het ook eigenlijk logisch voor jezelf wel verklaren... dat het waarschijnlijk niet... Uh, klopt. Nee, ja. Ja, maar weet ik dus niet of iedereen dat doet... Ik weet nou, niet of nou, iedereen daar bewust dan, van uh, is. Um, een van mijn uh, zussen, die uh, ah, wilde ja. heel graag per se een bepaald vest hebben, Wat ze bij iemand had voorbij zien komen online. En uh, toen zag ze precies datzelfde vest, <laughs> zag ze op AliExpress. Denk ja, ik. AliExpress, zei ze volgens mij. Ja. ja, en toen kwam ze hier verheugd. Nee, was het niet team, trouwens? Nee, weet ik niet. Of AliExpress, dat ze kwam verheugd binnen. Ja, van uh, ja, en, en het was niet eens goedkoop, vond ik. 30 euro of zo. Ja. Ja. Nou ja, ja voor die prijzen dan vind ik het goed ja zeg maar omdat het niet zo'n app is ja, ja. want het, ja, precies, ja. Nee, ik wat verwacht heeft ze hem voor 2,50 euro gespeeld. gescoord dat dacht ik ook <laughs> dus ja ik dacht misschien ook. <laughs> wat is het risico ja. uh, en uh, verheug binnen toen zeiden wij van ja wacht maar gewoon tot het aankomt ja. want ze jatten echt die foto's van sites en, en ze ja, maken alsof, het, het ook na van, oh, de foto's is echt precies hetzelfde, precies hetzelfde wat je ja. trouwens ook doet ja. Ja, ja ze jatten dus foto's van, um, ja, van andere websites en, en dan ze maken het product wel na Yeah Dus op zich, ja, het is wel een uitdaging toch? Iets namaken ja, van een foto. Het, vaak is het niet uh, zo mooi als het je zou denken. Nee, En maar het was dus aangekomen en uh, ja, nee, die was in alle staten dat <laughs> ik moest gelijk terug. Ja, <laughs> dat was hem niet. Ja, ik moest er wel lachen eigenlijk. Ja, ik moest er omdat wel om lachen. Uh, zij had er echt nog nooit van mijn leven daar uh, gekeken. Of had ik niet verwacht dat uh, zij daar iets over bestellen, nee, ze was eigenlijk echt op zoek naar dat. En toen kwam ze via via op dat. Toen uh, dacht ze, nou, uh, ja, waarom niet? Het komt uiteindelijk ook uit dat land uh, waarschijnlijk. <laughs> Echte productie? Ja, op die manier, ja. ja. ik vond het wel grappig, maar ja, dat moet je eens achterkomen, denk ik, dat, het, uh, dat er heel veel uh, valse advertising uh, ja, plaatsvindt. Ja. Hey, jij zei net nog even terugkomende op van, ja. als je niet veel geld hebt, wij hebben misschien een luxe positie om het wel te doen. Maar vind jij niet dat wij over het algemeen best wel veel kopen? als maatschappij zijn oh, ja dat wel zo keuzes maken ja. uiteindelijk toch ja. en nogmaals niet voor iedereen want er zijn ook mensen die echt heel erg krap mm. bij kast zitten. dan begrijp ik het ook echt ja. volledig dat je bijvoorbeeld bij uh, goedkopere winkels en dat je, dat dat gewoon naar nou, eenmaal moet dat begrijp ik ook wel maar nou ja, ik hebben denk... wij zo oh, zoveel nodig als dat we denken nodig nee hebben. maar ik denk dat er wel over het algemeen steeds grotere aversie komt tegen mensen die veel kopen ja, denk je? online als ja, maar... bijvoorbeeld als wij als een vlog, vlog van Marsha kijken Oké. Okay. Ja, dan is het de helft van de comments gaat erover yeah. van dat ze het zoveel koopt. Yeah. En de, de, de mensen worden steeds um, ja, krijgen er steeds meer uh, een aversie tegen dat, dat je het spullen koopt die je in hun ogen niet nodig hebt. Maar ik denk ja, zit er zitten wel echt ja, heel veel redenen achter waarom mensen natuurlijk dingen kopen. Ja, Mentaal de... zit er ook yeah. vaak uh, een onvrede. Uh, je kunt het niet allemaal opschuiven als van, van ja, uh, wil gewoon uh, van alles kopen, moet per se van alles hebben. Er zit vaak ook wel reden ja, in achter. Ja, er is wel echt een reden achter. En ik moet heel eerlijk zeggen, toen uh, jaren geleden, ik kom echt uit een verzamelaarsfamilie. <hums> Mijn vader heeft heel veel CD's en DVD's en boeken. En heel veel boeken trouwens, heel veel stripboeken vooral. En ik heb ook heel veel, dvd, heel veel DVD's gehad en heel veel CD's en heel veel boeken. Zo. Ja, heel veel. <hums> heel. Maar ik heb op een gegeven moment, ik denk. Toen Sas wegging, vijf jaar geleden, heb ik een switch stain gemaakt dat ik dacht van. heb ik het allemaal nodig? Hoeveel dingen heb ik de laatste tijd echt aangeraakt naar gekeken en ja. heb ik echt iets mee gedaan? En er was zoveel dat ik eigenlijk weg kon doen. Toen heb ik denk ik, beetje, in de eerste instantie zonder jou nog, heb ik denk ik nou, tassen vol. Weggedaan. echt vier vijf grote tassen ja. vol met dingen weggedaan. Weggedaan als in uh, ja naar de kringloop en uh, Mark... nou ik had toen toen was toen waren dvd's kreeg ik nog wel wat geld voor dus die, die heb ik allemaal in de al plaatsboef uit, gedaan ja. ja dus kreeg ik nog wat geld voor dat was wel leuk nooit hetgene waar ik erin, in geïnvesteerd heb maar dat maakt nee. en en toen jij erbij kwam toen we op een gegeven moment gingen besluiten van oké okay, we gaan samenwonen toen dacht ik ja ik moet eigenlijk bijna alles wegdoen. <laughs> nee maar nee maar Hoeveel dingen was. kijk ik nou eigenlijk? mee? Heb, we, we hebben streamingdiensten, daar kijken we veel op. De laatste tijd koop ik trouwens wel weer eens een DVD'tje en een kringloop voor een euro als ik die film denk. van... Oh, die staat niet op de streamingdienst en daarna breng ik hem gewoon weer terug. Een soort van huren. Vind ik eigenlijk, eigenlijk hetzelfde als Pathé thuis, natuurlijk. Ja, ba basically wel. Maar hoeveel dingen heb ik echt nodig? Hoeveel? Ik had zoveel boeken. Ik had zoveel films mm -hmm. Ik had zoveel cd's. CD's draaide ik niet meer. Die heb ik nu wel door LP's vervangen, maar. Ik koop eigenlijk niet zoveel LP's. Jij zei in het begin dat ik echt wel veel kocht, maar in de laatste nou, maanden... Nou, jij wilde jezelf één LP per maand opleggen, nou ja, maar ik, ik teer nog steeds aan, op, tot aan een tot jaar zat je jaar al aan het dubbele of zo. Tot volgend jaar mei teer ik daar nog op. Nee, <laughs> ja, maar goed. Ik koop daar niet zoveel zo meer in. Maar ik merk ook sinds dat ik daar echt heel bewust mee bezig ben gegaan, want ik mm -hmm. was echt een verzamelaar, oprecht. Ik had echt veel spullen, je hebt het gezien. Ja. En dat was niet eens alles. Nou, het viel nogal mee, hoor. Nee, maar dat was ik niet... Ik heb wel heftiger meegemaakt. Dat weet dus, ik, oké. Maar jij, maar jij had niet gezien... Jij, ik had drie van die kasten vol. Deze drie kasten had ik vol met cd's, dvd's en boeken. Hè? Niet al. Helemaal vol. Echt? Ja. Dat heb ik nooit meegemaakt. Nee, dat dus. weet ik. Dat zei ik toch ook tegen je? Maar jij kan best wel makkelijk dingen wegdoen. Ja, ik ben heel gevoel. makkelijk van afstand doen. Ja. Dus hoe is het zo ver gekomen dat het zo vol werd? Omdat je gewoon wel hield van de verzamelen. Ik, van, ik, vond het, ik vond het trail leuk dat je iets zocht en dat je dacht, ah, nu heb ik het. Ja, dat is ook wel leuk natuurlijk. Dat is ook leuk, maar... Daar kan je echt van afkomen. Want ik, oprecht, ik heb dat echt gehad. Hè. Ik, mm -hmm. ik was echt extreem daarin. Ik wilde ook de, nieuw DVD's, de nieuwste DVD's, nieuwste CD's, wilde ik gelijk hebben. Mm -hmm. als ik, ik heb dat nu helemaal niet meer. Tenminste, uh, soms heb ik nog wel eens dat ik het leuk vind om, om een LP yeah. of zo te kopen. Als ik iemand echt tof vind. Maar, of de muziek heel tof vind bedoel ik. Uh, maar over het algemeen probeer ik echt. Dan kijk zie ik iets. En dan denk ik, eigenlijk de switch die ik in mijn hoofd heb gemaakt is van, heb ik het nodig? Ga ik het vaker gebruiken? Wil ik het heel graag zien? Of kan, of kan ik het ook laten wachten? En dan de volgende keer, als ik het nog steeds graag wil, dat ik het aankoop. Ja, dan koop. ja. Nou, meestal wil ik het daarna niet meer. Want ja. Dan denk ik: Nou ja, goed, ja, heb ik het nou dat echt een hele nodig goede. Hè, wat je doet, ik doe dat tegenwoordig ook met dingen die ik graag zou willen. Ik zet het op een lijstje. Nou, dan kun je tegenwoordig bij alle online winkels wel aanmaken. Toch ja. zo'n lijstje. Uh, en als ik er dan naar terugkom en denk: ja, ja, heb ik dat nou echt vaak over nagedacht? Mm. Nou, negen van tien keer heb ik er nooit meer bij stilgestaan. Dan gooi ik het er gewoon af. En soms is het al uitverkocht en denk ik, nou ja, het must be this way, toch? Ja, ja. Ja, het is, het is, het is, het is echt te trainen. Het is, het is echt iets wat, je, wat je, je als je koopverslaafd bent, en dat ben ik echt geweest oprecht. Uh, daar kan je van afkomen door gewoon echt heel ja. bewust mee bezig te zijn. Al denk ik ook wel dat sommige koopverslavingen echt wel uit uh, ja, mentale ook wel issues ook... Ja, natuurlijk. Ik was angstig, dus dan wil je nog uh, aan ja. ja, iets vasthouden. Dus als je je beter voelt, zou je er ook beter tegen kunnen, te tegen zo'n verslaving, denk ik. Ja, ik ben, ik ben begonnen toen ik me niet zo goed voelde. Dan is het eigenlijk de beste manier om, om dan te ja, beginnen. Ja, maar dan moet je eigenlijk ook uh, aan het werk gaan met jezelf, hè? Het ja. ja, dus ja, is niet alleen ik. maar dat je heel strenge regels gaat opleggen, ik ga ineens kopen, want ja, ik denk dat het ook een kwestie is van, ja, waarom wil ik dat allemaal hebben? Maar het is wel, het, is wel het meest moeilijke. Kijk, als ik echt iets heel tof vind, hè, dan koop ik het nog steeds. Als ik bijvoorbeeld als ik een bepaald soort shirt leuk vind, of mm -hmm. uh, uh, een LP wat ik ja. net zei, of uh, een beeldje of zo, dat koop ik wel. Maar ik ben wel steeds meer bewust van dat ik niet alles hoef te hebben om het te hebben. En dat had ik wel. Ik had echt hebben om het te hebben. En mm -hmm. niet omdat ik het zo tof vond. Ja. Het is trouwens wel niet heel erg zo handig voor mij voor iemand die een webshop heeft om te zeggen van je kan het beste niet zoveel kopen. Nee, maar, maar wat wij erop zetten kun je echt jarenlang mee doen. Dat is waar. Nee, maar goed, ik ben wel van mening dat als je echt iets graag wil hebben, dan koop je het wel. Dat heb ik ook. Als ik echt iets graag wil hebben, dan koop ik het wel of dan ga ik ervoor sparen. Het is ja. ook niet erg om, om ergens voor te sparen. Ik spaar ja. ook nog steeds wel eens voor dingen dat ik denk: "Oh ja, wil ik dat hebben." Nou, ik ga ervoor sparen en als ik het dan dat geld heb, dan koop ik het. Ja. En in de hoop dat het dan uitverkocht is... dat je dat geld dat weer bespaard een, hebt in dat je, het je best, gedachten, he? toch? Ja, ja, ja. Nee, maar uiteindelijk... Uh, ik denk dat heel veel van die websites wel eraan bijdragen... dat je koopverslaafd blijft, omdat het zo goedkoop is. Want je kan er zoveel van kopen. En dan mm -hmm. je blijf jezelf eigenlijk uh, steeds een hit geven... Ja. Dat is bijna net als een verslaafde natuurlijk ja. als je heel tijd uh, heroïne blijft kopen bijvoorbeeld blijf je er ook aan verslaafd als je heel tijd kleine dingetjes kan blijven kopen blijf je ook heel tijd verslaafd aan het idee van oh ik heb weer iets nieuws plus dat het natuurlijk binnenkomt dat je dan niet zeker weet hoe het eruit ziet want ja ja, ja dat is ook <laughs> nog een ding. ik heb ook bij heel veel uh, bedrijven gezegd als ze dan eens uh, zeggen van omdat influencer wil je iets opsturen dan zeg ik ja nee dat kan je beter aan iemand anders geven laatst had ik ook uh, voor het week van tegen week van niet vlees eten of zo wil ze me heel pakket opsturen. Ik denk ja, ik eet die dingen niet mm -hmm. de, de, door de week, dus ik vind het zonde. Dan gaat het liever naar iemand die die dat echt graag wil, weet je wel? Ja. Dus ik probeer en ik vind het ook leuk om te ontvangen, want ik vind het altijd leuk om wat zit er in zo'n pakket. Maar mm -hmm. ik probeer mezelf heel bewust te zeggen van nee, iemand, het is misschien voor iemand anders of uh, ik hoef dit niet op dit moment te hebben of. Uh, of als ik het heel graag wil hebben, dan zie ik het de volgende keer wel. Ja, als ik dat vroeger zag, als ik YouTube keek en dan zag ik al die pakketten die er binnenkwamen, vooral ah, vrouwelijke ja. influencers. Kleding en make-up en uh, verzorgingsproducten. Ik dacht echt van, oh, dan walhalla is dat. Maar ja, als je er echt zo over na gaat denken, hoeveel gebruik je op dagelijkse basis? Ja. Ik verbaas me echt, want als je soms wel eens, uh, vrouwen hebt die dan uh, inderdaad in vlogs bijvoorbeeld laten zien hoeveel make-up, dan denk ik echt van heb je het allemaal voor nodig. Ja, en ik dacht vroeger dat 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 het ging worden later. Jij hebt een klein tasje. Dacht... <laughs> ja, ik heb al jarenlang dezelfde producten die ik dan af en toe weer moet aanvullen. Ja, maar. Ah. Weet je, om, om nog even terug te komen op het hele geheel, ik snap ook dat het moeilijk is, maar het is soms wel goed om over na te denken. Heb ik iets wat ik koop nodig? Wil ja, ik, ik denk hebben? dat het uiteindelijk voor op lange termijn voor jezelf echt heel prettig is als je gaat merken dat dat steeds makkelijker, je steeds makkelijker afgaat. Ja. Ik heb nooit meer het gevoel van ah, oh, het moet en zou per se iets hebben. Ik krijg daar echt spanning van, hè? Ja. Ja. Ik ook, en dat je dan helemaal uh, klaar zit op het moment... dat er een collectie wordt gelanceerd van kleding dan bijvoorbeeld. En dat je dan uh, hoopt dat het je maten nog was... of naar de winkel vroeger ging. Basically wat wij doen met overprikkeld. Ja. <laughs> ja, maar wij hebben sustainable producten Dat vind ik echt een heel ander verhaal. Ja, maar, kijk, want dat is wel het ding wat er wel vaak wordt gezegd. Ja, ik je niet, grote inkopen. Ja, ik probeer gewoon heel erg op de vraag in te kopen. Want ik wil dus ook niet aan bijdragen dat, dat we nee, gewoon dat is heel veel, heel veel hebben liggen. En ja. ik wil geen sale doen. Op de kleding echt oprecht. Ik denk dat ik me dat echt... Ja, ik, wil, ik heb me dat gewoon uh, voorgenomen. Er komt geen sale. Ik wil het gewoon uitverkopen. En als het niet uitverkocht raakt, dan uh, gaan we het zelf dragen. Ja, ik vind, ja. Dat, ik vind het gewoon zonde om heel groots in te kopen. En dan uh, met de kans dat je met een enorme voorraad blijft zitten die nooit meer verkoopt. Ja, en is het geldt dus... Het, de, de, de spullen die we ko inkopen, die verkoop ik al op... op niet de manier dat ik zou moeten doen, want als ik het in winkels zou hangen, zou ik het veel meer voor moeten vragen. Ja. Zou ik volgens mij voor die overprikkeld uh, regenboog zou ik, uh, makkelijk 50, 60 euro moeten vragen. Ja, maar dan de... moet je ook een winkelpan betalen, toch? Nee, maar als, als we bijvoorbeeld aan, aan kledingwinkels zouden moeten verkopen. Bijvoorbeeld... Oh, qua kwaliteit, wat je levert. Nee, ook om... qua hoeveel geld het is om het om in te in kopen. kopen. Ja, ik heb daar wat minder verstand van. Maar... Nee, maar ja. je moet de, de prijzen keer zoveel doen. En ja. een, een bedrijf moet daar natuurlijk ook de helft van de winst uit halen. Ik moet er dan ook nog winst mm -hmm. uit halen om, om weer andere dingen te kunnen doen. Dus Tuurlijk, ja. Nee, dan begrijp ik wat je bedoelt. Je verkoopt het natuurlijk aan die winkel uiteindelijk. Ja, en daarom is het ook zo. We, ik probeer in te kopen en ik probeer ook. Kijk, ik kan ook niet 10.000 euro's uitgeven aan een hele collectie en ik, en ik merk dat die er gewoon niet verkoopt. Daarom doen we het in kleine drops. Mm -hmm. Uh, maar als ze zien dat er echt heel erg veel vraag naar is, ja, dan vind ik het niet erg om nog een keer te drukken. En dan nee. neem ik dat risico wel. Maar ik kan het niet heel de tijd. Uh, ik, ik kan niet zeggen van oh ja, druk maar voor 10.000 euro aan kleding. En ik zie wel of het verkoopt. Dat kan ik niet doen. Nee, maar ik vind het een ander verhaal. Uh, want jij zegt elke keer van uh, ja, het is niet handig, want wij hebben een webshop. Hm? Dat ik uitspraken doe van ik moet per se iets hebben. Dat was een geintje. Oké, okay, want ik vind het echt anders. Ik heb laatst ook bij. En uh, toen kwam ik, uh, ik zit nu tegenwoordig steeds meer naar Sustainable Clean te kijken. Want ik weet gewoon, het gaat langer mee. Ja. Het is op een eerlijke manier gemaakt. En ik vind die kwaliteit van de items ook gewoon echt een stuk mooier. Hm. Dus ik had een truitje ook ergens besteld. En die was dan ja, nou, wel wat aan de duurdere kant. En, uh, uh, maar het kwam binnen. En ik dacht echt van wauw, dat is prachtig. Ja. kwaliteit. en, en dat, ziet er dat, echt proberen, van af. dat proberen wij ook te doen met onze kleding dat het als je binnenkomt dat je ook echt even denkt van wow. ja het ziet er goed die, uit die T-shirt dan uh, ik heb er dan een paar ook thuis van uh, de overprikkeldingen. dingen oh. en uh, ja ik draag ze nu ook bijvoorbeeld naar slapen gaan heerlijk uh, naar slapen die, gaan ga je ergens heen om te slapen doe zeg je dat niet zo als ik ga slapen naar slapen gaan nou ja. alsof je ergens heen gaat om te gaan slapen als ik... Nou ja, ik ga naar de slaapkamer. <laughs> ja, dat is waar. Nee, maar als ik ga slapen, doe ik nu ook wel zo'n uh, shirt aan. En die kwaliteit blijft echt goed. Ja. En heerlijk zacht ook, terwijl het gewoon 100% katoen is. Ja. Ja, dat is geweldig. Schoonlijk. Ik vind het uh, fantastisch. Eigenlijk grote promotie praten voor. Ik koop niet bij Timo, maar bij Venture. Nee, Shop. maar oké. Okay. Ik, ik ben echt wel van mening dat je daar zelf de keuze in moet ja. maken en dat we elkaar niet zo uh, daar heel hard op moeten gaan. Uh, want je weet uiteindelijk nooit waar iemand in zit en wat uh, het, als het enige, budget is. Het enige wat ik mensen mee wil geven is let goed op de kleine lettertjes. Wat doen ze met je informatie? Ik denk dat Nou, dat wel met belangrijk die apps is. is dat wel belangrijk, denk ik, dat ja. je toch wat beter kijkt. Uh, naar uh, dat soort uh, dingen. Want ik had echt geen flauw idee. Ja, wie, wie gaat, je gaat door die algemene voor, dus scroll je ja, op de scrollen. Je accepteert gewoon in. En, ga, ja, wel, ja. en uh, je hebt geen flauw idee uiteindelijk wat er met je informatie gebeurt. Nee. Snackje van de Week. Het snackje van de Week zit morgen in de Vet Benieuwd Aflevering. Het is pick-up chocolate en milk. Een heel ja, saai snackje in dat op zich misschien. Maar het is gewoon doeltreffend en heerlijk. Ja, het, hoeft niet, het hoeft niet bijzonder te zijn om lekker te zijn. Schat. Soms is een snackje van de week... Het hoeft niet bijzonder te zijn. Hij is vrij nieuw trouwens. Hebben we nog een andere smaak? Welke weet ik even niet. Volgens Zal wel weer hazelnoot zijn trouwens. Vind je nou ook niet altijd dat als er iets met chocola uitkomt... dat er altijd hazelnoot aan toegevoegd wordt? Omdat dat het romig maakt. Rome. romig, ja. waar jij zo dol op bent, romig, romig. Dat wordt vaak met hazelnoot gedaan. Ja, ik ben dus nooit zo hele grote. Ik vind hazelnoot prima. Ik gedoog het, maar het is niet iets dat ik denk: oh, geweldig, hazelnoot. Daar moet ik op af. Nee, maar als jij gewoon een, een, een wat puurdere reep hebt en zit de hazelnoten in, dan is dat al gewoon uh, veel lekkerder uh... eten. Ja, omdat het romiger is. Rome. Dus ik begrijp het wel, maar ik heb, ik heb het eigenlijk ook niet zo op die hazelnoot. Ja. Daarom ben ik zo afgeknapt op Leonidas-bonbons, omdat er negen 19 tien keer hazelnootcrème in ja, we zijn nu helemaal fan van een andere, maar dat komt volgende week wel in de... Oh ja, de snack podcast. van de dat week, wordt de snack van de week. Ja, dat is goed. Heb uh, je nog iets leuks uh -huh. te melden? Is nog iets wat je wil melden? Nee hoor. Niks? Ik voel me helemaal in mijn nopjes. Ik ga zelfs even op Timo shoppen. <laughs> ga je lekker op Timo shoppen, meid? Ga ik ook... Uh... Voor mijn, mijn gegevens verkopen. Ja. Ja, wel gek hè, die, uh, die shit. Ja, uiteindelijk, was voor gegevens kopen ze nou? Je voorkeuren. Wat gaan ze daarmee doen? Een advertentie naar je toe uh, werken? Ja, onder andere. Ik weet niet wat ze in ja, de toekomst kunnen. Dan moet je wel echt kunnen... uh, een stevige... Sowieso is het toch niet heel chill dat iemand gewoon mee zit te kijken met wat je doet? Ja, alsof dat trouwens überhaupt niet zo is, laten we eerlijk zijn. Ik denk dat sommige, sommige mensen zich sowieso in de Truman Show waren. toch? Dat lijkt me nou zo vet hè? Lijkt dat je vet? Nou ja, oprecht. Als ik, als ik. Ik heb er wel eens over nagedacht toen ik die film keek. Toen uh -huh. dacht ik van. Misschien word ik wel gevolgd. Maar zou je daaraan meewerken? Ja, of zoiets. Ja, zou ik wel lachen. Vinden. Dus er komt een programma. en je, Ze gaan doelbewust iemand in een Truman Show werpen. Oh, als je het zelf ook weet. Dus. En je moet acteren in zijn leven. Dat je bijvoorbeeld zijn beste vriend bent. Uh... Oh, zo. Mm. Hebben jullie die film wel gezien? Laat het vooral weten trouwens. Heb je ooit bij Timo gekocht? Laat het ook weten. En wat heb je gekocht? Of bij Wish. ben wel benieuwd. Ehm. Um... Ja, zou ik wel doen. Oh, dat hier, dus diegene <laughs> weet het niet. Ja, nee, misschien zo'n hey. beetje cycle, hè? Ja. Nee, laat mij ja, Nee, dat niet. Maar ik zou wel in die wereld willen zien. Maar een figurant misschien op de achtergrond. Echt, die film moeten we weer eens kijken. Het is zo'n goede film. Ik vind het blijft dat echt een goede film. Ja, vinden. dat is echt een leuke film, ja. hè? Ja. Ja. Jim Carrey op zijn best. Tot volgende week.